We zijn hier vandaag met MTV Presents in de MTV Studios, waar een blog fair is van I Love Fashion Bloggers. Vandaag zullen vier prominente Nederlandse bloggers, waaronder Anna Nooshin en Serena, Verbon spreken over de in- en out van het bloggen. Daarnaast is de muziek van Secret Rendezvous en zal ik uiteindelijk de MTV Award voor Best Upcoming Blogger uitreiken. Ik hoop dat ik er een beetje goed uitzie voor vandaag. Laten we gaan kijken. Een nieuwe look voor 2016? Nou, wellicht. Ik wil hem wel inzetten. Cool. Als expert en succesvolle vrouw, heb je nog tips voor de kijkers, beginnende bloggers? Ja, zeker een heel duidelijk doel voor ogen hebben. Ik merk dat heel veel mensen een beetje doelloos dingen gaan doen omdat het een trend is of omdat ze denken, oh, ik moet nu blogger worden, want dat is hip en daar kan ik succes mee krijgen. Maar een doel is heel belangrijk, want als je een doel hebt, dan weet je wat er nodig is om daar te komen. Dus ik werk altijd heel erg met gerichte doelen. Oké, ik wil over een maand wil ik zo'n project hebben, of ik wil dit gaan doen, of ik wil met dit merk samenwerken. En daar ga ik dan naartoe. Every December you haunt me. Een opkomende blogger, wat moet hij absoluut wel doen en wat moet hij absoluut niet doen? Absoluut niet doen zou ik zeggen, de boel spammen. Dan laten ze bijvoorbeeld comments achter op mijn blog en dan zie ik ook dat ze heel erg hun eigen blog promoten. Dat is een beetje een soort van not done. Wat ze absoluut wel moeten doen is gewoon optimaal gebruik maken van social media. Inspelen op trends. Heel erg de focus leggen op mooie foto's, want mensen zijn gewoon heel visueel ingesteld. Willen gewoon mooie foto's zien. En niet opgeven en gewoon doorgaan, ook al krijg je maar één comment en die is van je moeder. Oké, dus hard werken en gewoon doorzetten. Wat zijn nu je plannen? Je hebt deze prijs gewonnen, je hebt een hele mooie cheque gewonnen. Doorgaan met de blog. En weet je, in fashionbloggen, je moet toch altijd ook op je hoede zijn. Wat zijn er nieuwe trends en waar moet je op inspelen? En daarom kun je het nooit echt helemaal zeggen wat je over een jaar, waar je wilt staan of wat je wilt doen. Je moet vooral meegaan en ook wel jezelf blijven daarin. Dus gewoon je authenticiteit goed overbrengen naar je kijker of naar je volger. Ik zit hier met Sissy en Remy van Secret Rendezvous. Zijn jullie zelf een beetje modieus? Ik ben niet zo heel veel bezig met wat er happening is. Maar ik denk dat je onbewust gewoon überhaupt als je veel blogs kijkt wel meekrijgt wat er gebeurt. En omdat we zelf heel erg veel jaren 80, jaren 90 invloeden hebben, zit ik nu een beetje in een soort mijn bloesjes fase. Nice. Ja. Jolique, oprichter van ilovefashionbloggers.com. Hoe vond je het vandaag? Ik vond het echt heel tof. Ja, het is natuurlijk wel spannend, want je leeft naar dit moment toe. We zijn al een aantal weken bezig met heel ons team om een hele coole dag van te maken. Maar als ik zie hoeveel mensen er aanwezig zijn en topbloggers en topmerken die hele toffe dingen vandaag doen, dan ben ik wel heel erg blij. Ja.